VVD-leider Mark Rutte die wil niet in een coalitie met Forum. Voor Rutte heeft Baudet nu ook afgedaan. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het verhaal dat geschreven is door Erik Vrijsen, die hier bij ons aan tafel zit. Elsevier Weekblad publiceerde deze week WhatsApp-berichten, racistische WhatsApp-berichten, die door Forumleden, partijleden heen en weer gestuurd werden naar elkaar. Ja, nu zegt dus VVD-leider Mark Rutte dat hij absoluut niets met Forum in een coalitie wil. Ik zag het eigenlijk al niet gebeuren, maar na deze verschrikkelijke appjes, die passen overigens wel in een beeld wat we al langer bij hem zien, is het landelijk echt onmogelijk geworden om met hem in het kabinet te gaan zitten. Dit is racisme? Weet je, deze appjes die gaan alle grenzen over. Alle grenzen over. Het is zo walgelijk, homofoob, racistisch, het is echt verschrikkelijk. Was u eigenlijk nog verbaasd toen u die appjes las? Want u heeft eerder ook al uitingen over Baudet gedaan. Nee, totaal niet verbaasd. En ik ben blij dat premier Rutte ook eindelijk wakker is. Dat Baudet zich regelmatig van racisme, homofobie, islamofobie bedient. Maar ik ben wel benieuwd of dat de heer Rutte nu ook de daad bij het woord gaat voegen. Want de VVD woont nog vrolijk samen met Forum voor Democratie in Brabant. Daar is een liefdesrelatie in het provinciebestuur. Ja, daarvan zegt Rutte wel van dat is voor om die, ook die achterban die mensen om, nou ja, die tegemoet te komen. En er zijn ook mensen die zich hebben afgescheiden van Forum. Ja. Dus... Nou ja, je moet wel luisteren naar de kiezer en de zorgen die daar leven. Maar door als VVD met Forum samen te werken in Brabant, legitimeer je toch echt het racisme van Thierry Baudet? Ja, hij denkt daar anders over. Erik, denk je dat het Forum eigenlijk stemmen gaat kosten, deze publicatie? Ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Omdat toch Nederland is een burgerlijk land. Wij willen ook nette politiek. En dan dit soort... Ja, ik vond het toch onthullend, eerlijk gezegd. Ik heb overigens het verhaal niet geschreven om Baudet pootje te lappen of zo, of om Forum dwars te zitten. Ja, want er is dat wel veel kritiek, hè, ook, nou ja, van, moet je dit wel doen? Mensen reageren dan alsof of ik een politiek opzetje heb gedaan of me heb laten inhuren door andere partijen. Maar zo werken wij helemaal niet, zeker niet bij Elsevier. Ik had materiaal van klokkenluiders, zeg maar. En dat was er niet één, het waren er meer. Ik was overtuigd van de juistheid en van de authenticiteit van dit. Ik had gewoon de screenshots. Mm-hmm. Ik heb ook Baudet van tevoren gevraagd van, wil je hierop reageren? Ik neem het hele verhaal met je door. Nou, toen wilde hij eerst al mijn bewijsmateriaal zien. Nou, dat gaat niet, dat wordt een beetje veel. Maar ik zal met jou het verhaal doornemen. En toen heeft hij ervoor gekozen om te reageren via een filmpje. Dat hebben wij ook keurig op online geplaatst. Ja, waarin Baudet dus, trouwens wel zegt ook van, ja, dan wordt er gezegd er zijn screenshots, maar hij wist niet precies waarvan. Dus hij had het idee dat hij daar geen inzage in zou krijgen. Nou, dat had hij kunnen krijgen, want ik had het hem gewoon aan de telefoon kunnen voorlezen. Hmm. En dat ik bedoel, zo werken wij. Ook in de eerdere verhalen over Baudet heb ik hem ook horen en wederhoor. Ik vind dat hoort gewoon zo. En kijk, ik heb vorig jaar ook een stuk geschreven. Dat heeft minder aandacht getrokken. Maar dat ging over racistische appjes en antisemitische appjes bij de jongerenafdeling van de VVD. Hm. En toen is ook iemand van de JOVD afgetreden. En ook nog een CDA die daaraan meegedaan had. Die zijn afgetreden. En toen heb ik niemand gehoord uit het Forumkamp van dit mag niet, want dit is oneerlijk.